Ja, op de motor, terwijl de zon helemaal doortrekt hier in de Vlaamse Ardennen. Dat is wel anders geweest onderweg, al is de grote nattigheid het peloton bespaard gebleven. Op een merkwaardige dag, toch een vreemde dag in koers. Deze etappe die nog thans razendsnel gestart is, zoals je daarnet zei. Het was eigenlijk zo dat van in de eerste kilometers dat peloton brak in maar liefst 5 wagens bij het wegrijden van Avecapelle, waar de officiële start vandaag plaatsvindt.